Nou, begin van de week stond ik hier ook met het bordje om te kijken of de banen open zouden zijn. Dat was nog niet het geval. We hadden min of meer beloofd dat deze zaterdag de ijsbaan open zou gaan. Laten we eens kijken of dat gaat lukken. Nou, staat op het ijs, dat gaat goed. Ja, dat is al heel wat beter dan van de week. Maar er ligt nog sneeuw op. Ja, maar dit is van vanmorgen. En dat ontlaat wel weer. Want het is nu bijna boven nul. Hier hebben we niet zoveel last van. Maar van de sneeuw die van de week is gevallen, hadden ze wel last. Sneeuw schuiven kon niet. Je zou door het ijs zakken. Dus is er een nieuwe methode verzonnen om de sneeuw weg te krijgen. Door een brandslang van 140 meter te huren. Die hebben we helemaal uitgerold tot het eind van de baan. Toen hebben we de pomp aangezet en toen hebben we voorzichtig die slang heen en weer gesleept. En een stuk baan gedaan en dan weer een stuk slang eruit. En zo zijn we van 2 uur tot 7 uur bezig geweest. Dan moet hij ontdooien eerst. Komt hij al, kijk. En zo hebben we hem helemaal uitgerold naar het eind van de baan toe. Kijk. Nou is de baan schoon, maar is het ijs niet zo goed meer? Dat sneeuwijs is niet zo sterk als dat harde ijs. Maar als het nou wel hard wil vriezen, heb je van onder vandaan weer aangroei. En dan is dat slechte ijs wordt toch gedragen door weer hard ijs wat eronder zit. De slangen zijn opgeruimd. En dan moet je nog oppassen met die vorst, want zo'n slang bevriest helemaal, hè. Na een nachtje drogen kunnen ze worden opgerold en teruggebracht. Maar schaatsen, dat zit er zaterdag nog niet in. Durft u te springen? Ja hoor. Maar nu ben ik maar alleen, hè. Als wij zondag open gaan, omdat dit de enige ijsbaan is op dit hele eiland, zou er makkelijk 1500 man kunnen komen. En dat kan die ijsvloer niet hebben. Even voor de duidelijkheid, wanneer kunnen we nou schaatsen? Zondag misschien. En anders maandag. Want ze blijven toch vorst aangeven. Dat is wel leuk.